naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn school. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV en het is landelijk. We zitten nu in Wanica in het dorp Pikipoika. En we zitten met mevrouw Margriet van der Bos. En zij is lid van het dagelijks bestuur van de FITS. En we gaan het met haar hebben over onder andere de tribale volkeren, de grondconversie, de grondzaken binnen de inheemse dorpen. Mevrouw Van der Bos, dank u wel voor het vrijmaken van de tijd. Vertelt u een beetje over uzelf? U bent lid van de FITS. Wat doet u nog meer? Waarvan bent u nog meer lid? Goedemorgen, Culturo TV. Mijn naam is Joan van der Bos, dus Joan Margriet van der Bos, dorpshoofd van Pikipoika. Pikipoika is gelegen in het district Wanica en is te bereiken via Lelydorp afslag, via afvalweg richting Rijweg naar Santigro. Ik zit ook in het bestuur van FITS, de moederorganisatie, het dagelijks bestuur. Tevens zit ik ook in het bestuur van OSIP. OSIP is een afkorting van samenwerkende inheemse dorpen in Para en Wanica en nu Komowene. Totaal 15 dorpen. Het is een regionale organisatie, tevens een werkarm van de moederorganisatie, met name FITS. En daarna heb je ook KLIM. KLIM is de afkorting van Kalinya en Lokono, van beneden Marowene, en daar zo zitten er 8 dorpen. Ja, zo zijn we verenigd. Wij zijn verdeeld in regio's, zeg maar. Je hebt regio Para en regio Marowene, Klim en Osip. Dan heb je regio Westen, daar is Apura, Section Waschabo, Pas Utrecht, Cupido. Ja, die dorpen. Dan heb je regio Wayambo, daar is dorp Maho, Donderskamp, Cornelis Konre, Kalebas Creek en Tapuripa. Dan heb je regio Zuid, het zuiden. Ja. Daar zijn van de Trio en de Wayana dorpen. Totaal 6 regio's is FITS verdeeld. Maar we zijn verenigd binnen FITS. Alle inheemse dorpshoofden in Suriname. De inheemse dorpen, de inheemse gemeenschap is wel behoorlijk gebundeld. Ik dacht altijd dat FITS er alleen was, maar het is een veel grotere organisatie geworden. Wat is de reden voor deze bundeling geweest? Wat willen jullie gaan bereiken met het bundelen, het organiseren? FITS is geen inheemse organisatie. Het is een traditionele organisatie van de inheemse van Suriname. En we zijn ook de gesprekspartner naar de overheid toe als het gaat om inheemse belangen, met name de dorpen. Ja, dat is het. En jullie willen zaken bereiken. Hoe is het tot nu toe, hoe is de relatie van de organisatie met de overheid wanneer jullie zaken aankaarten? Komen die zaken van de grond? Ja, en wat FITS een doel heeft, waarvoor wij focussen, is meer onze bestaansrecht als mens, bestaansrecht als inheemse volken in Suriname, dat onze wet geërkend wordt in de grondwet van Suriname. En FITS bestaat al ongeveer 30 jaar al. Komend augustus bestaat de FITS al 30 jaar. Dat is mooi, man. En
Als we gaan naar de kwestie van de grondconversie, de Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname FITS, jullie hebben 2 petities ingediend bij de Nationale Assemblée om de behandeling van de conceptwet grondconversie voor onbepaalde tijd uit te stellen. Wat is de reden dat jullie dit hebben gevraagd? Wat ik vanuit die grondconversie heb kunnen uithalen. Want ik bestudeer het ook, wij van FITS, we bestuderen al die wetten. Ja. Want los van het bestuur FITS hebben wij ook een bureau. En daar zitten alleen maar academici. Toch? Dat is bureau FITS. En dan heb je ook het traditioneel gezag zelf, dat is het bestuur FITS. Dus wat wij hebben zijn highlights wat grondconversie betreft. De wet gaat uit van domeingrond, maar inheemse grond is geen domeingrond, is onze grond. Wij geven aan van, wij kennen domeingrond niet. Het is ons inheems grond. Onze voorvader heeft dit land aan ons overgelaten. En we zijn zo vredelievend dat we ook met de immigranten willen delen, toch? Want we hebben elkaar nodig. En we zijn al vanuit de stad naar onze woon- en leefgebied gekomen. En tot daar worden wij nog achtervolgd. En dat gaan we toch niet pikken. Dus in die richting. De regering kan dus niet weggeven en ook niet omzetten. Die domeinwet zelf is verkeerd. En deze wijziging is ook verkeerd. Het maakt de zaak nog erger dan het al was. Ik heb het over grondconversie hoor. Rechten uitgeven in onze gebieden betekent dat de regering gewoon blijft doorgaan met mensenrechten schending, ondanks al die vonnissen. Als mensen eigendomsrecht krijgen in onze gebieden, wordt het nog moeilijker om dat terug te draaien. Terwijl als het gewoon uitgegeven gronduur blijft, kan de overheid het gemakkelijker weer intrekken. Concept grondconversie zegt dat de rechten van de inheemse en tribale volken gerespecteerd moeten worden, maar die rechten zijn nog niet wettelijk erkend. Dat is dus een dode letter, zolang die wet collectieve rechten niet is goedgekeurd. Een assembleelid zegt ook dat de wet grondconversie alleen geldt in de kustvlakte. Dat staat nergens in die wet aangegeven. En ook in de kustvlakte zijn er een heleboel inheemse dorpen. Die wet grondconversie moet helemaal of niet behandeld of zelfs nooit behandeld worden. Die wet grondconversie zegt ook dat de regering kan horen. Het is geen kwestie van horen. Maar er moet effect gevraagd worden als het gaat om inheemse grondgebieden. Dat zegt het internationaal recht. Suriname mag geen mensenrechten verdunnen en verzwakken. Dat is het. U heeft een hele belangrijk punt aangehaald, vooral het eerste. Dat de inheemse vrij zijn geweest om grond te delen met de immigranten. En door de jaren heen zijn de inheemse ook verder weggetrokken van de staat en veel verder naar beneden gekomen van het land. En nu worden jullie nog steeds achtervolgd, zoals u dat zegt. Wat bedoelt u met het achtervolgen? Dus in onze woon- en leefgebied, ik neem een voorbeeld hier, Pikin Poika. En plotseling worden wij geconfronteerd met bulldozer. Men is bezig te bulldozeren. Daar is Surikom, dat is Surikom Park, op steenworp afstand. Geeft de overheid grote lappen gronden binnen in Heems grondgebied. En dat wekt kwaad bloed bij ons, wij als gezagdragers, wij als inheemse, zeg maar. En hoe ik bij de FITS zit, moet ik steeds met de gemeenschap gaan bemiddelen. Dan praat ik niet alleen over mijn dorp, maar landelijk. Hoe lang ga ik dat nog, of gaan wij als FITS dat nog kunnen doen? Eens wordt de maat ook vol. Want ik neem aan dat de mensen die hier op Pikin Poika wonen en in de dorpen zelf, dat zij zelf ontwikkeling willen brengen in hun dorp. Hebben jullie dat idee dat alleen vanuit de stad, alleen waar er investeringen, waar er veel geld is,
dat die mensen de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld ontwikkelingactiviteiten uit te plooien in die dorpen of dichtbij die dorpen? Nou, wij inheemse weten wel heel goed om te gaan met het bos, met ons woon- en leefgebied. Ik praat over mijn dorp, Pikinpoika. Als de dag aanbreekt, weet men wat ze moeten doen. Je hebt een groep die aan tuinbouw doen, ze hebben hun kostgronden. Je hebt een paar vissers hier, jagers. Een groep die bosbijproducten verzamelen, met name podocyri. Je hebt een deel die in de stad werkt. Een deel die in het binnenland werkt, verderop. Een paar zijn ook ambtenaar. En het doet me heel goed als ik 's avonds weer ga slapen als traditioneel gezag. Als hoofd van het dorp, als gezag. Dat mijn mensen tevreden naar bed gaan. Dat ze een vrije leven leidt, een bestaansrecht hebben. Dat ze vrij in hun beweging zijn. Dat doet me goed. Maar het gaat me pijn doen als men hun wil voor ons gaat komen opdragen. Want wij inheemse zijn niet gewend om in dwang te leven. We gaan protesteren en we gaan ons verzetten. Waarom? Omdat wij weten dat wij grote stuk land, zeg maar het hele land, maar we zijn niet zo egoïstisch. We delen graag met derden, degenen die hier naar hier toe zijn gekomen. Maar dat we niet verstoord worden in onze woon- en leefgebied. Want wij willen niet dat onze leefwijze wordt ontwricht door het westerse systeem, met name de niet-inheemse. Ik praat meer over, laat me aangeven, de staat Suriname. Ja. De staat Suriname respecteert de rechten niet van de tribale volkeren. Van de inheemse tribale. De Maron. Okay. Ja. U heeft het ook gehad over de collectieve grondenrechten, waarvan de regering zegt dat ze dat respecteren, ondanks die behandeling van die grondconversie. Het is wel een beetje tegen, de regering spreekt, de staat Suriname spreekt zichzelf tegen als die collectieve grondenrechten nog niet bij wet zijn vastgesteld zelf. Helemaal. Daarover heb ik ook een kleine aantekening gemaakt, laat me aangeven. We moeten eindelijk erkend worden als volken, als collectiviteit. Momenteel bestaan we niet, waardoor we niet kunnen opkomen voor onze collectieve rechten. Daar heb ik het over de Surinaamse wetgeving. Het rechtssysteem kent ons niet. Onze rechten zijn niet vastgelegd. Onze gronden waarvan wij leven zijn volgens Surinaamse wet niet van ons en de overheid geeft, maar weg alsof het van hun is. Vandaar dat Suriname herhaaldelijk is veroordeeld door Mensenrechtenhof. Want het zijn mensenrechten schendingen. We zijn volken met zelfbeschikkingsrecht en niet gewoon een etnische bevolkingsgroep. En we besturen onszelf volgens traditioneel systeem en dat moet ook erkend worden. Heeft u het gevoel dat de mensen met veel kapitaal veel meer druk gaan uitoefenen op deze kleine gemeenschappen? Dat is duidelijk te merken, zijn die ondernemers, concessionarissen. Ze komen maar op ons af. En omdat onze rechten nog niet is erkend bij wet, dan lijkt het alsof ze machtig zijn. Maar wij kennen ook onze macht, onze recht en ook onze macht. Waarom ik dat aangeef is, internationaal hebben wij wel rechten, volgens de VN-verklaring in zaken de rechten van inheemse volken. En voor zover ik weet staat de internationale wetten staan boven de nationale wet. En al zijn we niet geërkend in Suriname, in ons land, maar de internationale wetgeving geeft aan de staat Suriname, ze zijn ook 3 keer gevonnis, van ze dienen ons te beschermen. En dat doen ze niet. En ik ken mijn rechten. Van top tot teen. Vandaar dat ik deins terug voor niemand.
Ik ga ook niet opzettelijk ruzie zoeken, dat doe ik niet. Ik sta steeds binnen mijn grenzen, want wij hebben ook autonomie binnen grenzen. Dus ik ken mijn rechten. En ik stuur ook mijn mensen niet om opzettelijk derden te gaan lastigvallen. En dat probeer ik in alle dorpen aan te geven van... We zijn een volk, we hebben onze rechten en plichten. Maar het is wel jammer dat het niet wordt erkend. Ja. Als je kijkt naar de haast waarin die wetgrondconversie wordt behandeld... en u heeft het over de collectieve rechten die ook behandeld moeten worden... dan lijkt het inderdaad niet eerlijk. Want die grondconversie proberen ze al op een hele... met heel veel druk uit te oefenen. We zien die discussies in het parlement, hoe partijen, coalitiepartijen ook tegen elkaar staan over die grondconversie. De inheemse gemeenschap heeft zich gebundeld. Het gaat over een bureau die, van academici die dit soort dingen ook studeert en ook zijn adviezen geeft aan, aan de VITS. Jullie zijn zich wel bewust van wat er allemaal afspeelt? Ja, we zijn helemaal ervan bewust. Vandaar dat wij steeds tegenreacties geven of dat wij petitie indienen. Van dat het niet goed, het is niet iets goeds, is geen goede ontwikkeling naar wij toe, met name de inheemse. Januari was die wet zo heel veel behandeld in het parlement. De afgelopen maanden hebben jullie van de staat of van het parlement feedback gekregen van hoe de behandeling verder verloopt. Want het is wel stil rond de behandeling van de grondconversie. Het kan dat het stilletjes achter gesloten deuren wordt behandeld. Ik hoop van niet hoor, anders gaat het echt escaleren. Want ik weet het, dus liever niet. Want ik ben een leider en ik ga voor rust en orde natuurlijk. Ik wil ook niet... bewust chaos creëren, snapt u? Ik ga ook voor een goede, een vredige samenleving. Dat we in harmonie met elkaar moeten leven. Maar als grondconversie achter een gesloten deur toch nog goedgekeurd wordt, dan is dat wel een probleem. Op dit moment, zijn jullie tevreden met hoe de staat... communiceert naar jullie, het parlement, hebben jullie contact met de president? Hebben jullie het gevoel dat de president voldoende aandacht schenkt aan de belangen die de inheemse dorpen hebben? En hebben jullie contact daarmee? Wat de president betreft, het is maar één keer vanaf zijn regeerperiode heeft hij ons ontvangen. We hadden toen een regeringsstop samen met hem. Dat was in februari, als ik het goed heb. Maar recentelijk nog, ik denk iets over 2 weken terug, hadden wij wel een meeting met de VP. En toch hebben wij regulier, kan ik zeggen, maar het was een keertje gestopt, dat we reguliere meetingen hadden met de VP. En we vroegen toen aan hem, hoe staat het met onze collectieve grondrechten? En toen zei hij van, hij gaat werk ervan maken en het heeft zijn aandacht. En hij gaat ons weer einde van de maand, april, ons dan misschien antwoord daarop geven. Als het in behandeling is of niet. Dus hoe ver het in behandeling is. En zijn jullie tevreden met de vertegenwoordiger in het parlement? We weten dat er inheemse broeders en zusters in het parlement zitten nu. En zij weten, hebben meer weet over de situatie. Zijn opgegroeid in de dorpen en zitten nu in het parlement. Zijn jullie tevreden over de vertegenwoordiger van hun kant? Dat ze genoeg doen om ervoor te zorgen dat de collectieve grondrechten en collectieve rechten van de inheemse dorpen gerespecteerd worden? Wat dat betreft... Ik vind dat ze meer hun stem moet laten horen. Want ze zitten daar en ze zijn ook van inheems kom af. Misschien zijn een paar van ze echt in een dorp opgegroeid. Ze kennen dan de pijnpunten en al. Dus laten ze dan ook hun stem horen in het parlement. Voor hun eigen bestwil en ook voor
de inheemse samenleving belang. Dus in hun belang, dus in de inheemse belang, laten ze dan hun stem horen en krachtig ook naar buiten komen. Zodat onze collectieve grondrechten heel snel gerealiseerd kan worden. Dus goedgekeurd kan worden en geërkend bij wet. We weten dat het land ook in een financiële situatie verkeert. En een sociale, zwakke huishoudens hebben het een beetje lastig. Zijn er andere problemen binnen de dorpen die spelen, behalve de grondenkwesties en zo? Ja, maar dat is, ik bedoel algemeen, dat men het moeilijk heeft. Ik denk grote gezinnen. En dat alles zo duurder wordt toch, met de dag in de winkels. En ook in het binnenland zijn die producten dan tweemaal of zelfs duurder dan in de, om in, dus dat van de stad, om dat te vergelijken. Ja, dus het is wel zwaar voor hun, voor bepaalde gezinnen. Hoeveel winkels zijn er om en bij in Pikipoika? We hebben nog geen winkel in Pikipoika. Mijn mensen gaan op de hoek. Dus voorin, er is een winkel daar. Hoe ver van voorin? Is 400 meter. Ja. Dat is wel een afstand. Ja. En dat is de enige winkel dan in deze omgeving om en bij? Ja, er is ook eentje te Surikamp Park. Is ook, die is 300 meter. Ja. Is ook van de buurt. Hè. En de winkelprijzen... Vallen ze wel mee hier of is het veel, veel erger dan wat jullie in de stad hebben? Want Wanica en Paramaribo zijn niet te ver verwijderd van elkaar. Het is niet zo, zo schrikbarend als verderop. Ja, misschien met 2 of 3 SRD meer. Of met 2, misschien bepaalde met 5 SRD meer. Ja. Er zijn zaken die jullie snel opgelost zien, waarvan je zegt van, als ze dit voor ons doen, als de staat, de overheid, zoiets voor ons doet nu, dat we veel verder kunnen gaan dan waar we nu zijn. Natuurlijk, wij willen onze grondrechten, dat onze collectieve rechten erkend worden en dat kunnen wij door onze beheersplan verder uitstippelen. Hoe wij onze dorp gaat organiseren en tot ontwikkeling brengen. En de vereniging, de FITS, die gaat, wanneer gaan jullie weer bij elkaar komen? Hoe vaak gaan jullie nog contact hebben? En hoe gaan jullie de zaken nog afdwingen van de staat? Wij van de FITS, maandelijks vergaderen wij. Soms is het 2 keer in een maand, soms is het een hele week. Het hangt af van de situatie van de dorpen. Want... zeg maar, de bestuursleden zijn van alle regio's. Die van zuiden moeten wij ervoor zorg dragen dat ze dan per vliegtuig naar de stad komen om te vergaderen. En ze moeten ook, dus wij moeten ook voor logeergelegenheden voor ze verzorgen. Want dan vergaderen wij dagen, 2 of 3 dagen lang. Dus elke dag. En dan heb je ook van Galibi. Kapitein Pani, want hij zit ook in het bestuur. En die van Marowijn, meneer kapitein Jonah Gunter. Hun zijn de 2 bestuursleden van Marowijn. En die van Apura is kapitein Lewis van het Westen. En van Wayambo is kapitein Jogi van Donderskamp. Mij in persoon vanuit Pikinpoika. Ja, wij zijn het dagelijks bestuur dat wanneer we moeten vergaderen en kapitein Moses, hoofdkapitein Moses vanuit Tepu, die is een trio, de stam der trio, een kapitein. En Gramang Mip vanuit Kawem Hakan, hij is van de Wayana. Ja, dus het kost heel veel, maar wij vergaderen wel regelmatig. Soms is het 5 keren in de week, soms is het 2 keren, soms is het 10 keren in een maand. Ja. Sorry, wat ik zeg. 5 keren in een maand, soms is het 2 keren, soms is het 10 keren in een maand.
Het hangt van de situatie af. Ja. Het is een heel kostenplaatje daar dat hij opgenoemd is. Niet eenvoudig. Dus, voor voeding en drank zorgen toch? Ja, want we gaan vergaderen, maar we moeten ook eten en drinken. Mevrouw Van der Bos, hartelijk dank voor dit moment. En de FITS, de inheemse gemeenschappen. Ik hoop dat alles goed komt en dat de collectieve grondrechten eerst behandeld worden. En dan de grondconversie of wat men daarna wil gaan behandelen. Heeft u als laatste nog een woord naar de staat, de gemeenschap of de overheid? Graag. Bij deze wil ik een oproep doen aan de overheid. Dat met name de staat. Laten ze dan werk ervan maken om onze collectieve grondrechten goed te keuren. Zodat wij als inheemse vredelievend door het leven kan gaan. En dat wij ook zekerheid hebben wat onze bestaansrecht betreft. En ook onze bestaanszekerheid als inheemse volken in Suriname. Dag Holland, ik wil daar komen. Holland. Ik pin naar hier als een raad. Wambari teana, wogoluku na kulturu teife. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Yeah. Hey for it new, go look up new. Kulturu nyusu, paste fastrati tref buntu. Unde baniu, sa def arkina new. Kulturu nyusu, paste fastrati tref buntu. Suriname so een hele klan, mako dek chi hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwa wang. Tak wesre kama masra lang, be no one soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, be ya kriyoli ya fans of shini, esha idole in the stance of enemies. Dambo taki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I guess tak I go. Be koro sinang alay take blow. Yeah. Be ho horde gi apina follow. Be deskapu di eshi ya no wolo. Be take ride ne juki ang a dollar. So, so smart and sa biggie biggie, no. We go axa for luck if the low babo late. We go arga problema for the smile in the wake. And we live be sweetie. So long house and pay you the way swing committee. Yeah. Drug up a link make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunnen a gemeenschap. We do a roko, maar de na a gereedschap. En we give almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefd schat. Statistieken schrijven overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Biet qua door om iets schat wat je weet dat. Alas my
Saibari. Kulturu.com na Anjusu Wechari. No fake, no joke, ja Anjusu Prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja Anjusu Nesari, why begin te wan klari? Te skrijt en cher, make de fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape in een parki. We de tapat strati, kakwang ai kragi. U de borai duen. Aksa volok fai gwang ade stijging. Efu vergelijk ding. Uwa babo wijs dwing. Da uka for wijs ding. Bona beleis ding. A probleem fa volok na de stijging. Dat bekweta mita volok fu de ta eis ding. Wat upo weri koma fu de kotis kei ding. E ufu nap de feng. Dei for iets nieuws. Stolu kupchi nieuws. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Kulturu teife, pe anyunsu nele. Dit is kwart, letterlijk kwart. Werd ik gebeld door mijn school. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Thank you.